Vandaag in Alles wat groeit en boeit gaan wij eens even checken hoe het met de Slazenburgercommissie staat. De mannen, de vrijwilligers achter dat grote feest eind augustus, het laatste weekend van augustus. Het is nu 9 juni, 10 voor 9. De vergadering is in volle gang en we gaan ze overvallen. Kijken of Slazenburgerfeest 2.0 of 3.0 al in de maak is. Goedenavond. Goedenavond. Vind je maar voor schuilen? Nee, het is Slazenburgerfeest. Ja, dat weet ik. Ja. Hoe staat het met de organisatie? Nou, je ziet het. Ja? Een hele hoge opkomst. Maar aansluiten de vrijwilligers of zijn er ook nog mensen vanuit andere organisaties die meedoen? Nee, nou, het is ons eigen bestuur nu. Dus daar zijn we nu met z'n vieren. Ja? Zijn er twee niet. Ja? En er is een hoge opkomst voor vrijwilligers, dus heel enthousiast. Ja. Ja, ik heb ook gehoord, het geheim van die nieuwe vrijwilligers, hè? Daar is een Amsterdammer mee gekomen. Is dat zo? Ja, die dacht aan al die sportverenigingen. En die verenigingen, die verenigingen die meedoen doen op donderdag, die kunnen wij mooi als verplichte vrijwilliger inschakelen tijdens het Slazenburgerfeest. Daar hebben wij nooit aan gedacht, hè? Ik vind het wel slim bedacht. Ik vind het heel slim bedacht. Heel slim bedacht. Dat is degene die ermee gekomen is. Ben jij die slimme meid uit Amsterdam die bedacht heeft dat al die vrijwilligers moesten komen uit het verenigingscircuit? Nee, dat hebben we eigenlijk samen bedacht. En ze zijn nu allemaal uit zichzelf gekomen. Okay. Dus los van de verenigingen. Dit zijn allemaal mensen die het heel leuk vinden om elkaar te ontmoeten en samen feesten te gaan vieren. Juist. En als ik even snel om me heen kijk, zijn daar veel nieuwe weespers bij? Ja, klopt. Een aantal mensen uit Leeuwenveld. Ik woon er zelf pas 1,5 jaar. En meerdere met ons. Ja. En wat is jouw functie? Ja, mijn functie is eigenlijk om plezier toe te passen op de vergaderingen. En mensen samen te brengen. En als je plezier hebt in organiseren, dan gaat de organisatie vanzelf goed natuurlijk. Tot nu toe wel, ja. Ik ben echt heel erg verbaasd over hoe ontzettend veel mensen het zo leuk vinden om 2 uurtjes te helpen. Dus het is echt een groot succes. Okay. Vanavond zijn er veel mensen en er zijn heel veel mensen die vanavond niet konden, maar wel hebben opgegeven voor 2 uur. Okay. Ja, dus we zijn er denk ik al bijna. En wordt dit nou Slazenburgerfeest 2.0 of 3.0? 4.0. 4.0? Dat zou ik dan zeggen. En zijn daar al plannen over bedacht? Hoe de situatie wordt straks? Uitsluitend rondom de kom of gaan we toch gewoon heel wijs door nog met alles? Nou, daar moet je voor bij Theo en Pieter zijn. Aha. Ik zie een bekend gezicht. Ik hou van bekende gezichten, jawel, jawel. Jullie weten ook nog niet hoe het precies zich gaat situeren. Nee, maar dat komt helemaal goed. We zijn hier met een heel leuk groepje bij elkaar en we willen allemaal vrijwilligerswerk doen. Ja? We gaan er allemaal een paar uur wat doen, dus het komt helemaal goed. En er staat een wijntje bij en een bakje thee. Dus ja, dat hoort er ook bij, dat weet je. Dat maakt de vergadering heel soepel, hè? Heel soepel. En maar dan ga je meer dingen opschrijven. Hoe meer wijn je opdrinkt, hoe meer actie je gaat ondernemen. Heb jij al wat gedaan op dit gebied? Nee, nog niet. Nee, maar goed. In Slazenburgerfeest eerder? Nee, nog niet. Nee, dit is de eerste keer. Okay. Dus ik had zoiets van, ik ben nu met pensioen, dus nu kan ik wat doen. Hé, hey, dat rijmt. Dus vandaar dat ik dat nu doe. Dan heb ik al 2 vrouwen gehad. Ik zie hier een ernstig kijkende man. Nou, dat valt mij op. Maar hij is wel voor mij een bekend gezicht ook. Echt waar? Ja, dat wel. Ik zou niet weten waarvan, maar goed zo. Ja, maar goed. Jij bent voor mij een oudere weesper. Dat klopt. Al langer in weesp. En al eerder betrokken bij de organisatie van Slazenburgerfeest. Tot vorig jaar. En hoe ging het vorig jaar? Nou, vorig jaar vond ik het ook wel leuk. Alleen het was een beetje te rumoerig. En ja, ik heb me eigenlijk nu opgegeven. Want ik heb bij mezelf toch gedacht van, als de Slazenburgerfeest uit Wees verdwijnt, kom ik ook niet meer terug. Ja. En daarbij wil ik ook nog wel zeggen dat Theo en Pieter het toch weer opgepakt hebben. En ik vind het ook wel knap dat ze het weer doen. Juist. Dit jaar, ja. Nou, Pieter, zegt men, heeft al jaren die drive die anderen soms beslist niet hebben. Nou, hij pakt dingen op en dan krijgt hij nog kritiek, hè? Ja, ook dat. Maar dat, omdat de mensen niet inzien wat hun werk het is. Juist. En er zijn toch een hoop dingen die Pieter zelf ook nog op kaart zet. En in Wees, want anders gebeurt er in Wees verder helemaal niks. Nou, er gebeurt genoeg. Ja, maar er gebeurt genoeg, maar niet de kroegen die het in wezen bij elkaar moeten doen. Juist. En Pieter is wel degene die het wel doet. Juist. Wat ga jij doen, weet je het al? Dat weet ik nog niet. Okay. Nee, dat wachten we gewoon af. De taken worden nog verdeeld. De taken worden verdeeld, ja precies. Nou, succes. Ja, dankjewel. Ik zie hier een nieuwe wezen. Ja, dat klopt. Ik woon hier sinds, even kijken, 19 januari. Yes. En ik vind het een geweldig stadje.
Ik ben helemaal verliefd op Weesp. Ja, jij bent zo'n Amsterdamse die gevlucht is? Nee, ik ben geen Amsterdamse. Ik ben van oorsprong een ras-echte Utrechtse. Aha. Ik heb 30 jaar in Almere gewoond. Maar meer omdat ik daar mijn werk had. Ja. En sinds ik mijn werk niet meer heb, door blessures, na 21 jaar. Ja. Toen zei ik van ja, nu kunnen we naar Weesp. Was je in Utrecht bijvoorbeeld ook actief in dit soort comité's? Nee, want ik heb daar eigenlijk nooit echt veel tijd voor gehad. En ik werkte gewoon 5 dagen in de week. En nu sinds 2 jaar niet meer. En sinds eind januari wonen we hier. We zijn hier ook getrouwd. Na 15 jaar. Mooi stadhuis, hè? Schitterend stadhuis. En ik doe dan vrijwilligerswerk in het museum van Weesp. Daar ben ik vrijwilligste. En ik sta in de wereldwinkel. Je kan goed leeftijdsschatten in ieder geval, hoop ik. En ID's controleren. Ja, nou ja, dat moet wel lukken, hè. Ja. Ze moeten gewoon zich legitimeren. Ja. En, dus dat is eigenlijk mijn taak. En, maar jij beseft ook dat heel veel tieners onder de 18 jaar... dan in hun tasjes, rugzakjes, hun eigen mixje zitten met cola die dan gewoon... Ja. Even de tassen controleren, denk ik ook. Dat gaat gebeuren ook? Ja. Aha. Okay. Dat ben ik wel van plan. Okay. Dus niet alleen de legitimatie, maar ook de tassen even controleren. Dat klinkt streng. Ja, als je het doet, doe je het goed, hè? Het lijkt me hartstikke leuk. Okay. Ik zou het heel jammer vinden als het Sluis- en Bruggenfeest zou stoppen. Mm-hmm. Want het is toch iets wat ooit door de gemeente aangeboden is. En dat moet gewoon zo blijven. Ja. Een nieuwe Weesp. Ja, dat klopt. Op weg naar een succesvol Sluis- en Bruggenfeest. Ik hoop het inderdaad, ja. En waar komt de nieuwe Weesp vandaan? Deze nieuwe Weesp heeft heel lang in Amsterdam gewoond. We hebben er een gevonden. Ja. We zagen ze aankomen, we hoorden ze aankomen en hier zit er een. Ja. En jij woont in die prachtige nieuwe wijk? Nee, ik woon in Aartsveld. Oké, ook een mooie wijk. Ja, zeker. Okay. Wat was jouw reden om mee te gaan doen? Mijn vriend heeft zich opgegeven voor de organisatie en ik heb zelf nog nooit een Sluis- en Bruggenfeest meegemaakt. Dus ik dacht, laat ik het maar eens gaan proberen zelf. Kijk onze YouTube-filmpjes even terug. Ja, dat zal ik inderdaad gaan doen, ja. Dan weet je ongeveer hoe het wel of niet moet, ja. Ja, dat ga ik doen. Dankjewel. Goeie tip. Hey, veel succes. En weet je je functie al? Nee, ik ben flexibel. Ik zie het wel. Ik weet ook niet wat ik kan verwachten. Dus komt goed. Nou, dankjewel. Alsjeblieft. We houden de moed erin. Ja, en blijven lachen. Ja, absoluut. Natuurlijk. Je doet het omdat het leuk is, anders dan moet je ermee kappen. Okay. Maar ik wens jullie veel succes ermee. Ja, dankjewel. Ja. Ik wil ook met op zijn Indiaans. Hinawa hei kinwaka. Oké.